Dinsdag vond er in de Bachstraat op het Donderberg een reconstructie plaats in de strafzaak tegen de man die werd verdacht van het doodsteken van Hessam Lajeverdi. Dat gebeurde in mei 2011. De 32-jarige Samir S. werd in eerste instantie tot 13 jaar cel veroordeeld, maar de Hoge Raad besliste daarna dat het gerechtshof de strafzaak over moet doen. Grote paniek was er op de Bachstraat in mei 2011. Hessam Lajeverdi werd dodelijk geraakt. Hij kost nog op eigen kracht uit de woning komen en zakte de boeten op straat en ein. Hulpverlening was snel ter plaatse, maar ook zie kosten het leven van Hessam niet meer redden. Het is inmiddels 4 jaar later als er op de Donderberg bij de woning opnieuw heel veel politie te vinden is. Dit keer dus voor de reconstructie van de gebeurtenissen. De verdachte beweerde tijdens de reconstructie dat de vrouw die ook in de woning was de dader is geweest. Inmiddels zit Samir S. dus al 4 jaar in de cel.